Alkmaar. Voor? We rijden vandaag Holland Cup 2 dit weekend. Voor de plaatsing voor het OKT. De laatste plekjes voor het OKT. Spannend. Martin, kan jij even vertellen wie er allemaal geplaatst zijn? Lennart is geplaatst voor de 1000 en de 1500. Marije is geplaatst op de 3 kilometer en voorlopig ook op de 1500. Nou, Daan Baks die moet zich nog plaatsen, Mark Nonnen moet zich nog plaatsen, Niek Deelstra is geplaatst op de 500 en Joost Born is geplaatst op de 500 en Thijs Roos is geplaatst op de 1500. Oké, dus eigenlijk alleen Mark en Daan moeten zich nog plaatsen om en Daan überhaupt zijn... ook OKT te rijden. Ja, die zijn nog nergens voor. De enige die niet geplaatst zijn. En er is één ticket hier, dus dat is game on. Ja, Lenny won in 36-20. Ja. Echt best wel een goede rit. Ja, goed ritje en goede opening. Nou, alleen zijn kruising was mwah. Maar verder was het echt een goed ritje. Mooi. Ja, cool. En hij reed tegen Joost en die reed 36-80. Ja, 36-80. Die werd zesde. Zesde, ja, zoiets. Nou, Joost is al geplaatst voor het OKT, dus dat is mooi. Hij had hij reed op andere ijzers. Ik vond echt dat hij gelijk al best wel weer oké reed. Ja. Dus ik heb wel het idee dat dit een verbetering is. Stapje in de goede richting. Ja, zeker. Ja. Heren, van harte gefeliciteerd. Lekker, super chill. Ja. 500 en 500 meter gewonnen. Ja, twee keer gewonnen. Ja, blij mee. En dat in de kou en in de, het soort natuurijs hier op Deventer. Alkmaar ook. Knip. Maar geslaagd de eerste dag. En voor jou de enige dag. Enige dag, ik ga morgen lekker uitrusten. Lekker. Dit was genoeg Alkmaar voor mij. Ja. Hey, Raymond. Goed gedaan, hè, baas? Ja, dank je. Ik kan niet, ik loop. Nou, dan moet je je best zo. Is er zo'n wacht? Ben je tevreden met hoe het vandaag is gegaan? Jawel. Ja en nee. 1500 meters ging hartstikke goed. Ja. En 500 meters waren. Dat is sowieso een afstand dat als je daar een foutje maakt, dat je natuurlijk, dan zie je dat heel duidelijk, maar kom je ook niet zo snel meer van terug. Maar die waren... Ik heb niet echt de tijd voor in 500 meter. Nee. Dus, maar die waren hier en daar matig tot oké. En sommige weer heel goed. Lennart heeft beide afstanden gewonnen, dus... En ook zeker de 500 meter erg overtuigend, dus dat is, dat is mooi. Geef vertrouwen voor... De volgende Holland Cup, we moeten morgen nog een dag, maar Lenny niet. Die gaat zich voorbereiden op de Utrecht City. Utrecht City bokaal. Ja. Mark, waar zijn we? In Alkmaar. Voor? Bij De Meent. Voor Holland Cup 2, dag 2. Holland Cup 2, day 2. Day 2. Let go. Ja. Er gaat nu in iets nats zitten. Viezigheid. Kijk, ik zit hier. In je eentje? In een privé kleedkamer. Heb je helemaal alleen? Ja. Lekker hoor. Het is hier lekker warm. Nou. Een deel van sporten wat leuk is, is toch het kleedkamer gedoe, dit is toch? Zeker. De spot van Thijs Roos. Dat is helemaal waar, Thijs. Zijn ze scherp? Nou, nu niet, maar zo meteen wel. Kom op, Mark, pak hem er naartoe. Kom op. Kom op, Thijs, kom op. Dus gasten, kom op. Oké, wacht voor de politie. Wordt het... Oké, opnieuw helemaal? Ja, we zijn al bezig. We zijn klaar. Klaar. Wil jij er nog wat over zeggen, trainer? Ja, dit was wel even een vervelend dagje voor Team ICO op 1000 meter.
kan niet anders zeggen. Nee. Gisteren, ja, bloemen en... bloemen en haar armen kon omhoog. Ook. En nu vandaag... was het, ja... Niet echt lekker, nee. Ja, nee. En als we dat nou weer dan konden doen, dan was het nog wat. Maar dit lag ook nog buiten onszelf. Ja. En dat maakt het nog wel eens een keer dubbel zuur. Ik bedoel, als je gewoon niet goed bent, dan, ja, dan weet je, dan moet je wonderlijk en klaar. Maar dit was echt... De wind speelde een grote rol in deze uitslag. Ja, dat is echt doodzonde dat deze 1000 meter op zo'n baan werd. Ja. Gisteren hadden we er geen last van, maar nee, klopt. Vandaag was het echt... ja, we reden gewoon goede races. Normaal gesproken zijn we niet echt van dit soort excuses. Maar ik kan gewoon niet anders concluderen dat, dat de weersomstandigheden hier het klassement wel aardig op hun kop hebben gegooid. Ja. Dat is zuur. Ja. Dat is lastig en ik heb niet zoveel aan doen. Naar Groningen. Dus auto in en lele!